goed, hoe zullen we het zeggen, één meevallertje vandaag. Dag lieve meisjes, mijn haar zit er nog wild van, maar het is weer ochtend. En ik zeg daarom tegen jullie goedemorgen. En ik ga lekker wat eten. Nou, en hoe bedoel je wat eten? Wat een berg zeg. Nou goed, dat zal wel gaan smullen. Ik ben benieuwd of ik alles op krijg, maar dat zullen jullie zo meteen wel zien. Lekker kip. Het is altijd goed, hoor je zo meteen. Ik voel me best redelijk gelukkig vandaag. Dus het kan betekenen, even scherp stellen, goed zo. Het kan betekenen dat ik veel ga doen. Dus we zullen het zien. Afwachten van wie en wat natuurlijk. De computer van mijn vrienden eventueel beschikbaar zijn enzovoort. Dus mijn haar zit lekker wild op. Hey, ik zie jullie zo meteen als ik lekker gedoucht heb. Nou, we gaan lekker eten. Vandaag staat kip siam op het recept. Dus dat is hartstikke lekker. En zometeen ga ik even een setup video maken. Van eigenlijk met welke apparatuur ik mijn filmpjes bewerk. Kijk eens wat te lekker eten, jongetjes en dametjes. Oeh, lekker, lekker, lekker. Ik denk dat ik op dit moment een van de saaiste vlogs ever heb. Maar ik heb één meevallertje vandaag. Ik ben gewoon voor het eerst in mijn leven binnen de eerste 400 kijkers vol in zo'n knol. Nou, ik ben nu Egg Wars aan het spelen. Dat is een Minecraft spelletje. En het gaat over het feit, je moet elkaars ei doodmaken of kapot maken. En eerst moet je eigenlijk een beetje settelen, zeg maar. Dat is het beste. Maar het is nog best wel leren. Maar ik zie daar, zie ik wel de pop staan. Ik zal het een en ander laten zien. Nou, hij pakt toch gelijk de dingen. De eieren. Nou, dan ga ik ook even wat eieren verzamelen. En als ik 10 eieren heb, kan ik het upgraden. Nou, dat is zo gedaan, denk ik. Nou, dan doen we 20 eieren wachten. En dan ga ik nu nog 17, 8, 9, 20. Zo. Upgrade. Nou, dan ga ik naar beneden. Wat is daar? De gold generator. Dat is 10 gold. Nou, ik pak jullie zo meteen weer erbij. Nou, de Minecraft was toch niet zo'n succes. Dus ik ben er maar lekker mee gestopt. Want ik ben dat er gaat geen, noem maar dat, een geduld bewaren. Dus ja, ik ben even lekker een beetje kip aan het eten weer. Zo. Zo, ja. En, want dat is gezond natuurlijk. Ik ga toch weer... ondanks de rugpijn, ik ga proberen, als ik echt puff heb, want vandaag heb ik echt een hele, ja, ik voel me lekker, maar ik heb geen puff, of energie heb ik niet. Ik ben gisteren ook heel laat naar bed gegaan, dus ik denk dat dat een fout is. Maar ja, daardoor hebben jullie wel een hartstikke leuke vlog gehad, die ik eigenlijk weer vergeten ben op te zetten, ga ik gelijk. Nou, in ieder geval, morgen probeer ik iets aan het trainen te doen. Ik ga mijn best doen. It's time for Pinoza. Kick it shit, man. Oh yeah, Pinoza is aan de oefening. Het is weer geweest en Carmen staat in de string. Zo heet zij die vrouwtje die de baas is. Maar ondertussen door justitie onder controle is. Oh yeah, dit is de Pinoza rap. Dit is gek. Ik heb mijn strijd. Een pistool in je bek. Pa-pa-pa-la-pa-pa-pa. Nee, gekheid. Pinoza was weer echt toppie-oppie. En het is heel spannend. Ik kan niet wachten. Maar jammer genoeg is de NPO niet echt commercieel. Want het gaat. Dus ze doen het niet voor het geld, zeg maar. Dus dan kun je ook niet vooruit kijken. Voor een eurotje, 2 eurotjes. Wat je wel bij het RTL kent. Maar dat is alleen maar gelden voor een zender. Dus nou ja, goed. Het was weer spannend. Bedankt dat jullie weer hebben gekeken naar deze vlog. Ik ga hem afsluiten. Ik ga morgen weer pas bewerken, weer lekker morgenochtend. Zodat hij weer strak om 6 uur online is. En ik weet inderdaad dat hij wel eens... dat hij niet altijd gelijk op Facebook staat. Maar hij staat altijd op YouTube, hè mensen. Dus jullie kunnen gewoon naar YouTube gaan op abonnement drukken. Dat is links, zeg maar. Als je via de computer gaat, in ieder geval is het links. Ja, een beetje links midden. En dan kunnen jullie alsnog gewoon het filmpje zien. Of jullie YouTube even mijn naam Rednas. R3Rednas. Ja, goed. En dan kunnen jullie hem sowieso zien. Dus als jullie hem eerder als... ja, soms vergeet ik het gewoon op Facebook te zetten. Maar op YouTube staat hij wel altijd. Dus nou ja, goed. Ik bedank jullie weer voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie morgen weer. Maar zo!